My naam is Kobus Kreur en ek is navorsingsgenoot by die dekaanskantoor van die fakulteit Theologie en Religie, Universiteit van Pretoria. Het is vir my een voorreg om iets te sê oor my boek, Dante's een mystieke reis, tweede tog, Purgatorie. Mag ek my groot waardering uitspreek teenoor Eusis en Upie vir 'n prachtige publikasie. As ook Mimi van der Merwe, vir haar sprekende illustraties. Welkom op Dante's mystieke reis, waaroor ek nou 'n paar oriënterende opmerkings gaan maak. Die Purgatorio is die middelste paneel van 'n drieluik digkunswerk, die Divina Comedia, die goddelike blyspel, in die vroege 14de eeuw geskep deur die Italiaanse digter Dante Alighieri. Die eerste van die drie dele is Inferno, dit het ek in 2013 vertaal. Die tweede deel is Purgatorio, nou deur Eusis gepubliseer. Die derde deel is Paradiso. Dante het ongeveer 12 jaar lang, van ongeveer 1308 tot 1320, gewerk aan sy driedelige Divina Comedia. Net uit het voltooie jaar voor sy dood, op ouderdom 56. Toe was hy nog steeds, weens politieke redes, 'n balling uit sy moederstad Florence, met 'n wachtende doodvonnis, as hy sou teruggaan. Hierdie meesterwerk gee in digvorm die klassieke westers-christelike teologie en lewensbeskouing weer op die historiese hoogtepunt daarvan, die laat middeleeuwe. In omvang, diepte en religieuse kwaliteit is dit 'n grootse, die grootste christelike gedig en stellig een van die grootste religieuse digwerke deur die mensheid van alle tye voortgebring. As woordargitektuur is dit 'n gedagte en klankkathedraal sonder gelyke. In die drie dele, deur die 100 afdelings of kantos soos bekend staan, en oor die meer as 14.000 reëls daarvan, is daar geen inkonsekwentheid of selfweerspreking. Elke woord is soos 'n steen volmaak in sy eie onvervreembare plek ingemessel. En deurgaans hou Dante sy reëlritme en rymskema vol. Dit is moeilik om aan Dante reg te laat geskied. Hy was nie net denker en digter van die hoogste orde nie, maar ook taalskepper, die grondlegger van Toskaans as kultuurtaal, wat grootliks deur sy prestasies gestandardiseerd geraak het as hedendaagse, welluidende Italiaans. Deel van die vreugde om hom in Afrikaans te vertaal, is die geleentheid tot verruiming van Afrikaans, ook 'n jong taal. Ek het nie sy Italiaanse poëzie en Afrikaanse poëzie met die formele vereistes van poëzie vertaal nie, maar in prosa, met 'n besef van ritme en klank. Wat is die betekenis van Dante's gedig? Dante's Comedia, met Purgatorio die centrale pilaar, is 'n lewensveranderende leeservaring. Dis wesenlike leesstof vir elkeen, vir elke Afrikaanstalige, wat het besef het van kulturele hoogtepunte en laagtepunte, van religieuse denkbeelde en stelsels wat kom en gaan, van die groot verskille en tog oor die verbindinge tussen die hedendaagse soeke na sin en die skynbaar ver af hoogmiddeleeuwe 700 jaar gelede. Verder terug, 'n besef van die fascinerende kontinuïteite en diskontinuïteite tussen Dante se tyd en die stigting van die Christendom 1300 jaar voor hom. Nog verder terug, 'n besef van die koneksies in die Romeinse en Griekse kulture eeuwe daarvoor, en uiteindelik 'n besef van die kollektiewe, eintlik gemeenskaplike worsteling van alle mense van alle tye, alle kulture,
alle religieën om sin en vrede te vinden in hun leven en sterven. Om zulke verbanden te verduidelijken, heb ik die vertaling aangevoerd met een stevige vraag, vertalende, vertolkende aantekeningen. Door de Comedia als geheel is die beschrijving van drie epische tochten, wat samen net dus aan de week gebeuren. Het eerste deel, het Inferno, is een journaal van Dante's tocht door die hel. Hierdie eerste tocht begint voor dagbreek op Goeie Vrijdag 8 april 1300. En dit duurt 2 dagen tot kort voor dagbreek op Paaszondag 10 april. In die dichterse eie woorde, die halfpadmerk van ons levensreis, het ek myne donker woud bevind, want ek het van die reguit pad afgekwaal. Hy was 35 jaar oud, in een ernstige levenscrisis. Een leidsman verskyn onverwachts voor hom, walend in die woud van verloorheid. Het is die Romeinse dichter Vergilius. Hy verskyn in opdracht van Dante's vroeg gestorwe jeugdliefde, Beatrice. In die hemel het sy verneem van die crisis waarin Dante homself gedompel het. Sy het Vergilius opgespoor in Limbus in die hel en hom opdracht gegee om Dante te hulp te stel. Sy doen dit uit liefde en Dante's beste belang. Vergilius helpt Dante dan ontsnap, dwars deur die hel en aan ander kant uit. En wat volg is een onvergetelijke reisbeschrijving, deur en uit die hel van menselijke foutmaak en wanhoop en lijden, op teen die berg van loutering naar die hemel van geluk en Gods teenwoordigheid. Die lezer volgt Dante en sy leidsman deur die 9 cirkels van die hel en aanskou en beluister wellustiges, vrate, gierigaards, verkwisters, humeuriges, ketters, diewe, fortuinvertellers, corruptes en ander soorte sondaars waar hulle tot in eeuwigheid die ergste straffe ondergaan. En heel onder in die middelpunt van die aarde, in die diepste punt van die hel, aanskou ons twee dichters Satan self, waar hy eeuwigdurend die verraaier Judas fijn koud. Met de tunnel lei Vergilius Dante uit die hel uit tot op die oppervlak van die aarde. Dis waar die boek Purgatorio begin. Nou die tweede tocht begin dus wanneer Dante en sy getrouwe leidsman Vergilius sondagochtend vroeg die hel in die diepte van die aarde verlaat en uitkom by een eensame eilandberg in die suidelike halfrond. Hoër en steiler as enige berg op aarde en deur net see omring. Dit is die berg van loutering, Purgatorio. Dante betree dit met groot verwachting. Hy sê 'n bietjie later as hy daarin geklim het aan 'n ou vriend van hom wat verbuisterd is om Dante raak te loop tussen een skare mense wat te laat berouw getoon het. Dante sê aan sy vriend, ach, met die droewe oorde, is nou die hel, het ek vanoggend gekom. Ek is nog in die eerste lewe, alhoewel ek so onderweg die ander lewe, die ewige lewe in die hemel, sal bekom. Dan volg een aangrypende relaas van loutering van die menselijke geest, van moordenaars tot pausen. Natuurlijk is het fictie, maar waarheidsonthullende, waarheidsskenkende fictie. Het is allegorie, onvergetelijke mythologie, en het draagt die boodschap van die existentiële loutering van elke denkende mens tussen die hel en hemel waar die aardse lewe kan leef. Gedateer onmiskenbaar 14e eeuws is dit ook tydloos. En het geldt nie net van enkelinge nie, maar ook van groepe.
die fiks, die mythologie, is nie leë illusie nie, maar gee weer wat in die diepte van die onbewuste van die almenselijke geest leef en daaruit opkom. Van Paaszondag nou voor dag af, tot woensdag 13 april, helder middag, 3,5 dae, beklim Dante aan die hand van Vergilius die berg, beginnen op die strand van die eiland, wat bewaakt wordt door die stoere, oncorrupteerbare Romeinse stoïcijn, Cato. Ons let nou net op een paar ontroerende episodes. Eerst maak die twee pelgrims kennis met als het ware die voorportaal van Purgatorio. Commentators het Ante-Purgatorio genoemd. Daar moet mensen wat door die kerk geëxcommuniceerd is, en gewelddadige gestorvenis wat niet die kerkelijke stervenslietes ondergaan het nie, en sondaars wat niet betijds berouw getoon het nie, wacht, zelfs eeuwen lang, voor hulle louteringsreis bergop kan begin. Die kerk was toen op die hoogtepunt, die toppen van zijn macht, en Dante was onwillekeurig kind van zijn tijd. Boekant Ante Purgatorio gee een poort door die engel bewaak dan toegang tot die Louteringsberg zelf, wat hemelwaarts reis, was 7 antikloksgewijze cirkelterrasse, in ooreenstemming met die 7 doodsondes van die middeleeuwse kerk. Dante betreed het. Die letter P, wat staan voor peccato, sonde, 7 maal op zijn voorhoofd uitgekerf. 7 sondes, hoogmoed, afguns, woede, traagheid, hebzig, gulzigheid en onbandigheid. En Dante bespreekt dit alles, niet in abstracte academische taal, maar hij beschrijft het onvergetelijk in een beeldrijke taal, nabij die alledaagse wereld. Hy sê bijvoorbeeld aan die hoogmoediges op die eerste terras, besef julle nie, dat ons net rustig is, gebore om engelvlinders te word, wat onverhuld opstuif na gerechtigheid. Op diezelfde terras van die hoogmoediges, hoor ons die volgende sug uit Dante's pen. Hy was zelf nogal ijdel in het besef. Aardse roem, is een asem die wind. Op die volgende terras, die terras van afguns, sê Dante tot in sy siel geskok van die afgunstiges. Ek glo nie, daar loop vandag een man op aarde rond, so hardvochtig, dat hy nie met medelye deurboor sou wees, deur wat ek toegesien het nie. Want toe ek dicht by hulle was, is smart uit my oë getap. So staan blindes, en haar broodsgebrek vir haar behoeftes in die wereld. Een dat sy kop op een ander een sak, ons hoedende nie net door die klank van woorde nie, maar ook door die voorkoms wat smeek, jammerte by mense te wek. Almal sy ooglede is met ysterdraad toegewerk, soos met een wilde valk gedoen word om het stil te laat sy. So doen hulle boete, raak hulle ontslaag, maar gedurig rondkijk na loers en neidig na ander. Ons dichter vertoon een verbuisterende waarnemingsvermoë van klein dinge en diep insig in die menselijke siel. Op die terras van die losbandiges hoor ons, ek sien hoe die skadus, nou skadus is een lyfloose siel, die die berg, voor die opstanding van die lichaam uit die dode. Ek sien die skaries van albei kante haas, en elkeen sonder verpoos en ander een kus. Tevrede met 'n kort ontmoeting soos nieren in 'n donker gelid, wat ons snoete vir 'n oomblik laat ontmoet, miskien om net na pad op welsyn te verneem. Geen tyd vir versoekings hier. Dante reis steeds nie alleen. Aanvankelijk word hy gelei deur die ongedoopte Vergilius, vertegenwoordiger van die klassieke kultuur,
voorbereidend vir die Christendom. Maar drie kwart na boe moet Virgilius, die trouwe leidsman, begin terugslaan. Hy is nou uit sy diepte. Sy insig en ervaring skiet te kort. Vanaf die vijfde terras sluit die siel van de andere Romeinse dichter, die gelovige, Statius by hulle aan. En hy neem geleidelik die rol van Virgilius oor. En Statius het pas na 1200 jaar sy eie loutering, weens verskeie sondes, vooral spandabelrigheid en die verberging van sy christelike geloof. Hy het pas voltooi. En die hele berg het van vreugde gesidder, soos altyd gebeur in die geval van sulke finale verlossing van skuld. Statius kan en moet nou ingewikkelde sake aan dank die pelgrim verduidelik. Soos hoe 'n ontliggaamde siel, wat jy teen die berg nie 'n skaduwee kan gooi, toch wel honger en dors kan bly. Hy lewer 'n diepsinnige en geleerde diskoers daaroor, met verwysing na Griekse filosofie, Christen en Moslemdenkers, oor die ontstaan van 'n menslike liggaam en van die komplekse siel en hoe 'n ontliggaamde siel in die hiernamaals funksioneer. Dante die digter was self ook filosoof en teoloog en hy beheers en hanteer die scholastiek by monde van Statius meesterlik. Ten aanse kant op dinsdag lig een engel Dante in dat hy deur 'n muur van vuur sal moet beweeg. Dis die finale reiniging alvorens verloste sondaars die aardse paradys betree. Dante is tot die dood toe beangs, maar Virgilius haal oor met die belofte dat hy Beatrice dan weer sal sien. In die enkele kere dat vuur in Purgatorio voorkom, is dit altyd in 'n heilbrengende, louterende verband. Ons woord vage vuur kom daarvan. Iets heel anders as die ewig strawende vuur in Inferno. So denkend aan Beatrice, kom Dante daar deur. Virgilius praat de laaste keer met hom, geef een oulaas raad en verklaar dat sy beskerming nou van sonde vry is. Dit is Virgilius se laaste woorde, al bly nog 'n tydjie lang teenwoordig, om uiteindelik net stil in die verhaal te verdwyn. Die taak wat Virgilius in Inferno en Beatrice se opdrag onderneem het, is volbring. Hy keer terug na Limbus in die hel. Die onderbeklemtonende stilte rondom Virgilius afskeid verwys 'n liefdevolle gids. Met al die persoonlike, kulturele en religieuse dimensies van die verhouding tussen Virgilius en Dante is een van die aangrypendste momente in die komedia. Nog 'n sleutelkarakter is natuurlik Beatrice, reeds in die hemel woonend. En Dante se gedig is sy getransformeer tot simbool van Godgeleerdheid, wat insig bied in die geheimenisse van God. Dante se herontmoeting met haar is een van die meest dramatiese momente in die verhaal. In kanto 30 verskyn sy tot Dante se verbuistering oor kandidate rivier. Die Lete is die rivier van vergetelheid wat op die piek van die berg in die aardse paradys ontspring. As die gelinkerde siele daarboer kom, drink hulle van daardie water. Dit word al die herinnering, al die onthou van hulle vorige sondes weg af, weggespoel, tot binnen die hel. Diep ontroerd en verward wil Dante by Virgilius hulp soek. In sy eie woorde sê hy, met die vertroue waarmee hy 'n kindjie na sy moeder afloop, wanneer hy bevrees of in die moeilikheid is, om aan Virgilius te sê, daar is minder as 'n druppel bloed in my oor, wat nie bewe. Maar hy ontdek, tot sy skok,
dat zijn dierbaarste vader stil verdwijnt. Beatrice verwijt Dante, zonder omhaal van woorden, voor zijn ontrouwheid aan die waarheid. En ten spijt van die Engelse pleidooi, een prachtige sang, dat ze hem niet moet vernederen, verhaal zij uitgebreid die omvang en diepte van zijn zonde. Hij zal niet, verklaart zij plechtig, van die water van die lete drink, alvorens hij niet oprecht de tranen van de rouw gestort. Dit is Dante's oomblik van waarheid. Hij breekt, val flauw van de rouw. Als hij bijkomt, bevindt hij hemzelf in die lete waar Mathilde haar voor hem ontferm. Zij begeleid hem naar die oerkantste oever waar hij van die water drinkt. Beatrice staat voor inzichtsmystiek, Mathilde voor liefdesmystiek. Die reis is volleinde. Beatrice, haar oog glanzend van inzicht, in God gegeven liefde, beloofde dat Dante samen met haar in die paradijs zal wees. En ze geeft hem die opdracht, als hij terug op aarde is, neer te schrijven wat hij nou gaat zien. Die dichter aanschouwt dan een allegorische schouwspel, wat 7 kritische momenten in de geschiedenis van de kerk uitdrukt. Al die verhouding tussen kerk en rijk, en die corruptie van die kerk, die rijkdom. Die gezelschap bereikt dan een fontein, waaruit behalve die lete op die Jenoi-rivier ontspring en in een andere richting wegvloei. Die Jenoi versterkt die onthou van alles wat goed is in die gelouterdis en voltooi so hul louteringsproces. Mathilda, waar Dante drink van die water als laatste ritueel voor zijn opgang naar die paradijs. Zijn loutering is voltooid. Aan het einde van zijn klim bergop is hij zalig. Na bij die paradijs. Profeet voor die mensdom. In die laatste woorden van Purgatorio. Ek het herskep. Soos een nieuwe plant met nieuwe loof vernuut. Van die heiligste water teruggekeerd, gelouter en gereed om naar die sterren op te gaan. Puro e disposto a salire alle stelle. Samenvattend, op bewustelijk bedoelde vlak is Purgatorio een deur en deur christelijke boek. En toch hoor onze stem, roepend uit de dieper laag van menselijke bewustzijn, onder die christelijke mythologisering. Dit is een universele, archetypische verhaal. Allegorie van elke mens, van elke tijd, zijn ingeboren heimwee naar zuiverheid. Zuiverheid van gedachte, gevoel, gedrag. Die samenstap op die dichterdenkers en mystieke pad, wordt waardeerd.